Dames en heren, een hele goede morgen en welkom terug op mijn kanaal. Super tof dat jullie ook dit keer weer kijken. Afgelopen weekend helaas geen video en dat komt omdat ik een super drukke week heb gehad. Ik heb een hele week gewerkt in Ahoy. Maar vandaag nemen we de camera weer mee, een nieuwe camera. Is het een upgrade of een downgrade? Anyway, ik heb gekozen voor de Canon G7X Mark II. En ik dacht, dit is de perfecte dag om me uit te testen. We gaan verschillende dingen doen. Ik ga eerst heel even langs bij de automobielfabriek. Om te kijken of ze nog wat nieuwe snoepjes in de snoepwinkel hebben staan. Maar daarna gaan we ook nog door naar Almere. En zeker de moeite om te blijven kijken. Want er komt een hele leuke giveaway aan. Maar voor die giveaway moet je sowieso geabonneerd zijn. Dus dat zal ik alvast doen. Dan gaan we verder met de dag. Naar binnen gaan bij de automobielfabriek, wil ik jullie heel even uitleggen waarom ik voor deze heb gekozen, niet voor de Canon EOS 700D die ik hiervoor had. Dat heeft eigenlijk drie grote redenen. En nummer 1 daarvan is dat deze is veel makkelijker mee te nemen en dat maakt het ook een stuk leuker en relaxter om te filmen en te vloggen. Puntje 2, deze filmt in 60 frames per seconde en die andere deed het in 30 frames. En daarnaast nog iets veel belangrijkers, deze scherpt zo snel scherp, daar word je gewoon bang van. Ja, ook dit keer begin ik bij de automobielfabriek in de GT3 RS, jongens. Want dit is toch nog steeds wel de droom, hoor. Tot 9000 RPM. Maar nog leuker, dan kijk je in je binnenspiegel. En dan zie je gewoon een limited edition 75S staan, dames en heren. En ze hebben nog veel meer leuke spulletjes. Dus ik loop eventjes langs aan het nieuwe. Wat er dan is. Het is ietsjes drukker dan verwacht in de showroom. Natuurlijk een goed teken voor hun, helaas voor mij. Maar ik ga snel door naar Almere op naar gtrijden.nl. Ja, ik zweer hem. Dit. Koude winegums. Slechts bevroren winegums. Geen aanrader. Nee. Dames en heren, ik ben eindelijk thuis aangekomen. Even snel een ander shirtje aangaan, want het is toch best wel warm met het zonnetje buiten. En eindelijk, het is zover. Ik kan het bekendmaken. Er komt een super coole giveaway aan, dames en heren. Maar voordat ik dat ga laten zien, wil ik jullie heel eventjes een kleine terugblik geven hoe het tot stand is gekomen. Kennen jullie deze video al? Mooi. Gaan we. Eerste keer dat ik hem iets intrad, dat ik dacht van holy shit, dat krijgen we nou, jongens. Ja,
Nou, we rijden nu nog op de low boost, hè? Ja. Dus dat betekent 600 pk, maar je kunt op het stuur kun je de boost settings veranderen. Je kunt naar 640 op de medium boost en je kunt naar 680 op de high boost. Dat is omdat er nu een nieuw motorblok in zit, standaard 550 pk levert. Dan hebben we het zitten P600 pakket op. Precies. Dus dat is wel prettig. Jongens, jullie horen het, 640 pk, het is niet niks aan mijn grote teen. Nee. En echt, ik ben echt verliefd op deze auto. Hiermee is het allemaal begonnen voor mij en daarom super tof dat ik weer mee op pad mag. En we nemen jullie mee. En wat me ook iedere keer blijft verbaasd met dit soort auto's rijden. Normaal gesproken rijden bijvoorbeeld in een up en dan zie je als je 130 rijdt dat de teller al bijna op zijn bak staat. Nou, hier is hij. Maar normaal gesproken bij 40 rijdt in de Volkswagen up. Het is echt niet normaal. Dan zie je onderaan je teller zie je 340 staan. Nou, ik denk dat we hem nu al een keertje kunnen proberen. Nu moet het goed komen. Ja hoor. Het is mooi weer. Het is droog vooral. Ja. Dat is toch altijd wel een relaxed gevoel als je zo in de auto zit. Ja, precies. Shit. Het is echt gewoon... Dat is van 80 naar 165. Ja, dat is niet geweldig. Zo mooi, dat vind ik zo vet, maar ja, ook de eerste keer toen ik erin stapte, ook, toen schrok ik me echt helemaal kapot natuurlijk. Oh, hoe snel echt nee, dat ik dacht van, wat krijgen we nou joh, wat is dit dan? Ja, je zit zo op de 250 km. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Een tunnel, die ook nog wel eventjes demonstreren. Ja, dan moet je even je ramen open doen. Dan moet je even gas geven, ga maar gas op. Ja! Ik voelde hem wel even grip zoeken, hè? Ja, hij was even zoeken, hè? Ja, dan kunnen we de boost nog even iets vergroten dan. We kunnen hem nu op full boost. Het is een beetje lastig hoor in deze omstandigheden, maar als het goed is, rij je nu nog gemakkelijker hard, zeg maar. Nog iets makkelijker. Ja, precies. Moet je nog iets harder in druk komen. Beschrijven in twee woorden uniek en abnormaal. Jezus, mina. Zet hem even in de automaatstand. Dan kun je beter vanaf de automaat launchen. Okay. En dan moet je even hier wachten voor het stoplicht. Inderdaad. We hebben alles eigenlijk op redelijk strak staan. Wacht je tot hij in de eerste versnelling staat. Wacht maar even. Geef maar gas. Vol gas. Holy shit! Leuk is dat, hè? En geen wielspinnen? Nee. Je voelt hem wel een beetje zoeken? In het begin denk je van, wat gaat er gebeuren? En dan is er een... Echt niet normaal. Niet normaal. Maar je kan er ook gewoon normaal mee rijden. Je kan er ook normaal mee rijden, het kan. Dat is het. Gewoon normaal boodschappen mee doen. Ja. Zeg niet normaal dit.
Echt waar, dit is echt de droom. Dit is de ultieme droom. Ik heb er toen natuurlijk een keer eerder in gereden, maar dit is echt niet normaal. We hebben het echt één keer goed ervaren nu. Nu was het natuurlijk droog, vorige keer reed ik met een beetje mist. Maar nu was het niet normaal. Ik wist niet wat ik meemaakte. Wat een bak. Wat een bak. Dat was inderdaad de video van afgelopen zomer waar ik voor het eerst op pad ging in de Nissan GT-R. Met maar liefst 680 pk Acropovis eronder en sowieso super toffe gasten. En ik ga het eindelijk bekendmaken, dames en heren. Wat is nou die giveaway? Nou, jullie kunnen of samen met mij, of als je 18 jaar en ouder bent en je rijbewijs hebt, mag je zelf een ritje in de Nissan GT-R. Super tof om mee te maken. Echt een ervaring die je nooit van je leven meer zou vergeten. En daarom heb ik dit samen met GT-R voor jullie mogelijk gemaakt. Dus ben je 18 plus, mag je zelf een rondje rijden. Maar ben je geen 18 plus, niet getreurd, kan je ook gewoon meedoen. Kom ik je persoonlijk ophalen voordat je in de GT-R. Vraag je natuurlijk af, maar Sam, hoe kunnen we dat nou winnen? Want dat willen we natuurlijk allemaal. Nou, dat zijn een paar stapjes die je moet doen. Sowieso geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Daarnaast moet je mij volgen op Instagram, maar ook zeker nissangtrrijden.nl. Alles uiteraard in de beschrijving. Heb je dit nou allemaal gedaan? Stuur mij even een screenshot, zet ik je op de lijst. Dan maak je binnenkort de winnaar uiteraard bekend. En ja, wie wil dat nou niet? Op pad in een Nissan GT-R met die schreeuwende Acropovis uitlaat op de achtergrond. Het is echt ongekend vet, dames en heren. Dus doe zeker mee. Abonneer zeker, volg mij, volg gtrrijden.nl. En wie weet ben jij de gelukkige. Ik ga jullie nu rustig de tijd geven om dat allemaal in orde te maken. Dan zie ik de screenshots tegemoet. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie heel snel. Mazzel.